Een hele tijd geleden heb ik al een keer een filmpje gemaakt over hoe je van je watermerk nu een kwast zou kunnen maken. Klik hierboven anders even om dat te zien. En als je dat hebt gedaan, dan zou je dus gewoon vrij eenvoudig je watermerk op een foto erbij kunnen zetten. Maar in dit voorbeeld heb ik het watermerk met de kwast al voor mijn neus. Wat als dat nou niet het geval is? Stel dat ik bijvoorbeeld even wat uh, kwastgereedschappen reset en ik ga naar het verplaatsgereedschap. Als ik nu mijn watermerk erop wil zetten, dan moet ik eerst naar de kwast. Dan moet ik mijn watermerk op gaan zoeken. Nou, als je heel veel met kwasten werkt, kan dat wat lastig zijn. En je moet eventueel de dekking verlagen. Kan dat nou allemaal niet sneller? Jawel, dat kan sneller en dat kan sneller met handelingen. Ik kreeg de vraag via internet en ik dacht, ik zal hem eens even beantwoorden in een filmpje. Ik ga even mijn watermerk afhalen en we gaan op deze manier verder. Wat wil ik doen? Ik wil gewoon met één druk op de knop mijn watermerk onderhand handbereik hebben op een nieuwe laag. En dat kan ik allemaal automatiseren met een handeling. Je vindt de handelingen hier bij het driehoekje of hierboven bij venster. En dan heb je daar handelingen staan. En als je daarop klikt, dan klapt dit zich uit. En wat ik dus eigenlijk wil doen, is een nieuwe handeling aanmaken. Dat doe je hieronder via het vierkantje met dat omgekrulde hoekje. En je krijgt dan een klein venstertje voor je met wat opties. Allereerst, ik ga het een naam geven. En die naam wordt natuurlijk Watermerk. En omdat ik alles onder één toets wil verstoppen, kies ik voor een functietoets. En in dit geval kies ik de functietoets F4. Zorg dat er niks anders onder zit. Het kan zijn dat er namelijk andere handelingen onder verborgen zitten. Maar daar zal Photoshop dadelijk wel een melding over geven. Eventueel kun je nog Shift aanvinken. Dan heb je hem bijvoorbeeld onder Shift F4, onder Handbereik of Control of allebei. Nou, ik vind het in dit geval F4 voldoende. En ik druk op opnemen. En je ziet, bij mij zit er onder F4 al een andere melding en Photoshop geeft daar keurig gewoon een venstertje over weer. Wil je uh, nu niet verder gaan, klik je op annuleren en wil je dat overrulen, dan druk je op oké. OK. Je ziet in het handelingenvenster dat er nu dus gewoon een handeling watermerk staat en dat er onderin een rood opnameknopje staat. En ik kan nu dus gewoon aan de slag. Ik wil mijn watermerk uiteindelijk op een nieuwe laag hebben. Dus ik ga eerst een nieuwe laag aanmaken. En waarom wil ik dat? Nou, ik wil dadelijk nog de dekking kunnen bepalen. En ik kan beter de dekking van een laag zachter zetten. Want als ik met de kwast iets neer heb gezet. dan krijg ik daar eigenlijk de dekking niet meer van veranderd. als ik dat in deze laag doe. Dus ik ga een nieuwe laag aanmaken. Dan doe ik via hierboven laag en nieuw. en een gewone laag. Nou, ik kan hem een naam geven. Laat ik dat ook maar gewoon doen. Ik noem hem watermerk en ik druk op OK. Je ziet in mijn lagerpaneel dat er lager bij komt, maar je ziet ook bij het watermerk dat er een stap bijkomt. komt. Je ziet dat er een stap laagmaken bij komt. En klap ik die uit, dan zie je van nou, er komt een nieuwe laag en die naam is watermerk. Op deze laag wil ik dus uiteindelijk mijn kwast met watermerk gaan gebruiken. Dus ik selecteer mijn kwastgereedschap en ik ga mijn watermerk kwast opzoeken. En je ziet in het handelingenpaneel komt erbij van we hebben een penseel geselecteerd en we hebben het penseel watermerk geselecteerd. En vervolgens stop ik de handeling. En de handeling stoppen, dat doe je met hier het witte vierkantje. Je ziet dat het rode rondje uitgaat, dat wordt een wit rondje en alle stappen die ik net gedaan heb, die zijn opgenomen door Photoshop. En ik kan nu dus gewoon heel eenvoudig ergens mijn watermerk gaan plaatsen. Ik kan het een beetje veranderen qua formaat. Ik kan het bijvoorbeeld daar neerzetten met één druk op de muisknop. En ik kan vervolgens de dekking veranderen naar iets wat mij beter bevalt. Zoiets als dit. Nou, om even te laten zien dat het allemaal gewoon feilloos werkt. Ik selecteer even een andere kwast en een ander gereedschap. Laat ik het toverstafje selecteren. En als ik nu dus op F4 druk. Dan zie je dat mijn handelingen allemaal afgespeeld worden. Het gaat misschien te snel. Maar er staat een nieuwe laag met watermerk bij, die is geselecteerd. En mijn watermerk is ook geselecteerd. En ik kan nu dus gewoon heel makkelijk met de haakjes toetsen de grootte bepalen. Ik kan hem neerzetten. en ik verlaag gewoon de dekking tot iets wat ik acceptabel vind. En zo eenvoudig stop je dus je handelingen achter één toets. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doe doei! doei.